Het Caribbean Urban Forum wil nieuwe natuurgebaseerde oplossingen bekijken, waarbij nieuwe technologieën worden geïntroduceerd en lokale gemeenschappen worden betrokken bij milieu-uitdagingen. De bijeenkomst voor dit jaar vond woensdag plaats in Hotel Torarica met het hoofdthema Improving Resilience and Sustainability Through Innovation. OE-minister en inleider Riad Nurmohamed haalde aan dat er vernieuwingen moeten komen bij het aanpakken van de huidige bedreigingen door het opdoen van kennis. Participanten over de hele wereld hebben interesse getoond in de derde International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities Level 1 Manager Courses, die woensdag is begonnen. Deze cursus is georganiseerd door de Suriname Aids to Navigation Academy. Deze training is bestemd voor personen die zorg dragen voor een veilige, beveiligde en efficiënte scheepsvaart binnen hun nationale wateren. De training duurt tot en met 8 augustus 2023.